Dames en heren, jongens en meisjes. Morgen vieren we de bevrijding. Maar vandaag herdenken we al die mensen die de bevrijding niet hebben meegemaakt. En dan hebben wij het hier op dit mooie plein vandaag over al die omgekomen Almeloers. Joden, verzetslieden, geestelijken, militairen. Misschien een buurvrouw of een buurman. We herdenken die 400 Almeloers van wie de namen staan gegraveerd op deze plaquettes. Je bent een kindje in Syrië. Lief en klein. Dan zou jij toch ook vrij willen zijn? Stel je voor. Je bent in je huis. Je hoort geknal en geschiet. En veel keus heb je niet. Je bent niet meer veilig thuis. Straks ben je alles kwijt. Je moet vluchten voor altijd. We leven in een wereld vol oorlogen, waar sommige mensen niets kunnen en mogen. Alles ziet grijs en grauw. Waarom veranderen we dat niet gauw? Iedereen moet opkomen voor zijn of haar rechten. Maar niet alleen door te vechten. Door mensen in de Tweede Wereldoorlog kunnen wij nu in vrijheid leven. Wij moeten de mensen van nu die kans ook geven. Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad van Almelo, mevrouw Jan Hermans Vloedbelt.